Mevrouw Simone Derksen, verhuiscoördinator. Klein stukje maar, hè, van het oude stadhuis naar het nieuwe. Nou, het lijkt inderdaad een klein stukje, maar er komt toch wel iets meer bij kijken dan dat kleine stukje. Vertel eens. Nou, het heeft voornamelijk te maken met de voorbereidingen die wij al een jaar geleden gestart zijn, zeg maar. Vorig jaar, april 2014, zijn wij gestart met het informeren van de verhuizing en de voorbereidingen treffen. Nou, we moeten denken aan plannen maken waar we allemaal rekening mee moeten houden. Wat wacht me wel mee en wat wacht niet mee. We gaan ongeveer 700 medewerkers verhuizen. Iedereen krijgt één verhuisdoos en daar mag alles in. Oh ja, zeg maar, hoe moet het nou met die medailles? Oh, die kunnen er wel in. Ja, naast de verhuisdoos hebben we natuurlijk ook nog facilitaire voorzieningen, zeg maar. Denk daarna ook aan het archief wat verhuisd moet worden, zoals u hier ziet. Daarnaast zijn er ook nog de bodemkamer die verhuisd moet worden, de servicedesk die verhuisd moet worden, wat kasten die moeten mee verhuisd worden. Maar daar zorgen we allemaal dat het voor de verhuizing uit gaat gebeuren. We hebben 2 dagen echte verhuisdagen wanneer de medewerkers verhuisd worden. Dus op een donderdag en een vrijdag. En dan pakken wij alle verhuisdozen op en alle meterbakken die dan verhuisd moeten worden. Ja. Nou zit ik zo te kijken. Ik ben dus wel eens verhuisd en dan hebben ze het altijd over kubieke meters. Hoeveel kubieke meters worden er nou verhuisd? Het exacte aantal durf ik niet te vertellen. Maar er zijn ongeveer 1200 verhuisdozen, zeg maar. Die blauwe kratjes hier? Nee, dit zijn meterbakken. En er zijn tientallen kubieke meters die verhuisd worden. Een exact aantal kan ik niet geven. Je moet nagaan dat er aardig wat vrachtwagens, wat trailers verhuisd wordt van de ene kant naar de andere kant. En ook al is het 5 minuten, neemt wel veel tijd in beslag. In- en uitladen natuurlijk, hè? Exact, in- en uitladen. We moeten bij de ene locatie weer het oude stadhuis alles weer inladen en hier weer uitladen. Maar daarnaast hebben we ook nog een verdieping op de Magna Porta die verhuisd moet worden vanuit de Schil. Vanuit de Java-toren zitten mensen die verhuisd moeten worden naar deze nieuwe locatie. Dus al met al zijn het wel aardig wat verhuisbewegingen die plaats gaan vinden. Maar mevrouw Derksen, zo'n groot team en zo, en u als projectleider. Bent u nou overbodig als die hele verhuizing achter de rug is? Nee, want dan hebben wij een nazorgperiode. En dat is echt een superbelangrijke periode. Want dan zit iedereen, komt dan binnen in het nieuwe stadhuis. En gaat dan op zijn flexibele werkplek zitten, waar dat ook mag wezen in het stadhuis. En dan kan het zijn dat mensen vragen hebben over het stadhuis zelf, maar ook gewoon over de verhuizing, hoe alles verlopen is, zeg maar. Maar daarnaast, misschien zijn ook mensen de verhuisdoos die ze niet kunnen vinden. Nou ja, dan moeten wij daar op actie ondernemen. Ja. En daarna, na de nazorg? Na de nazorg ga ik me bezighouden met het leegruimen van de panden. Dus het stadhuis, daar staat wel allerlei meubilair in. En dat gaan we zorgen dat het allemaal leeg wordt gehaald. Wij zorgen ervoor dat het meubilair een tweede leven gaat krijgen. En in eerste instantie zijn de groenlocaties, de onderkomers, gaan we daar het meubilair vervangen. En dat gebeurt na de verhuizing. En daarnaast krijgt de organisaties die aangesloten zijn bij het armoedepact, krijgen een mogelijkheid om een keuze te krijgen, zeg maar, voor hun organisatie om te kijken of ze meubilair nodig hebben of stoelen nodig hebben. En daarna krijgen de medewerkers ook nog een keuze om te kijken van mochten zij een bureau of een stoel of wat dan ook nodig hebben.